Na ruim een uur spelen ging het bord met nummer 6 omhoog. En dat betekent het definitieve afscheid van Timmy Simons als PSV'er. Hij gaat naar Nuremberg. Ja, het was een mooi afscheid. Ik heb hier wel meerdere mooie momenten gekend. Maar dit was toch wel één die je voor altijd in je hart draagt. Dat je dan bij de club kan terugkomen binnen x aantal jaar, dat is een feit. En dat streelt je wel. Ja. En terwijl Simons de cadeaus in ontvangst nam, ging de wedstrijd verder. En sprak Fred Rutte na afloop over de nieuwkomers. Bijvoorbeeld Jonathan Reijs, die niet speelde. Ja, dat heeft te maken met formaliteiten. En onze manager is daar nog meer van op de hoogte. Maar ik heb begrepen dat hij kan de contract tekenen, maar hij mag nog niet werken. Dat heeft met een werkvergunning te maken. Aan de andere kant nemen jullie afscheid van Timmy Simons op zeer gepaste wijze, denk ik. Ik denk dat dit wel bij PSV past. En ook de verdiensten die Timmy heeft gehad voor dit PSV als aanvoerder zijnde en als speler. Ja, dat is dan heel erg groot geweest. This was the first one. What's your feeling about it? Yeah, it was. It's a great feeling. I think it was a good start for. Yeah, for myself, I felt comfortable and it was nice to play in front of the fans in a stadium like this. And yeah, I thought we got the win that we were looking for. And yeah, I thought everything about it was good. En daarna in de kleedkamer nog even in beslotenheid van de groep een soort van dank. Ja, ja. Mooie speech van Danny trouwens. En ik heb de jongens ook veel succes gewenst en bedankt voor de fijne jaren. En ja, zo gaat het nu eenmaal in het voetbal. Volgende stap. Succes, behalve volgende week natuurlijk, heb je gezegd. Wordt dat een speciale eigenlijk? Ja, dat wordt een heel speciale. Ik denk dat het ook voor hun open dag is volgende week. En dat de nieuwelingen zullen voorgesteld worden. En dan ben ik er wel bij. Iedereen dus tevreden na afloop van de presentatie aan eigen publiek. Volgende week treffen ze elkaar weer. En dan in Duitsland.